Dit is de Onder Ons van dinsdag 26 november. Met vandaag Wim Daniels over de komende verkiezing van het woord van 2013. Verder, voor Nelly Heemskerk uit Oosterhout is een leeftijd van 76 geen probleem Nelly om een Heemskerk theater te runnen. Nelly Heemskerk is 76 en ondanks haar leeftijd runt ze zelfstandig een theater. De Schelleboom heet het theater in Oosterhout dat ze met hulp van dochter Leonie en schoonzoon Joost draaiend houdt. Helemaal zonder subsidie en met een absolute persoonlijke aanpak. Nelly Heemskerk. Ik ben 76 jaar. En, ja, ik zit in mijn eigen theater. En ik had een hele lieve, fijne man. En samen met hem heb ik eigenlijk dit opgezet. We zijn hier in, wat wij zeggen, onze koffiekamers. Hier ontvangen we mensen die in de pauze, dus als er een voorstelling is, of bij een huwelijk of begrafenis, maakt niet uit, met koffie of met champagne. Alle mogelijkheden zijn hier voorhanden. Ja, het was een volledige bouwval. Waar we hier zitten, dat waren schuren. Met een werkbank erin en ja, gewoon zoals een schuur moet zijn. En nu is het een mooie ruimte. Ik kook altijd voor de artiesten. Voor soms grote groepen en soms maar één persoon. En ik vind dat heel prettig om te doen, omdat ik vind dat zij met een goed gevulde maag moeten kunnen spelen. Het geeft ook een band met elkaar. Je hoort dingen die je normaal eigenlijk niet hoort. En dan, ja, het is gewoon heel prettig. Heel fijn om te doen. Goed, hè? Ja. Bleef je in de ramen. Ja, goed. Mooie avond. Op een mooie avond. Proost. Op alle goede dingen. Ja. En dit is er één van, hè? Ja, absoluut. De voorstellingen zijn minimaal 2 in de maand, dus niet zoveel. Dat zijn dan de vrije voorstellingen, maar we hebben heel veel besloten voorstellingen. En ja, dat is van vanavond is dan countrymuziek, hè, dus Wim Pols. Volgende maand hebben we in januari Leni Koer. Als we een artiest met naam kunnen krijgen. We kunnen het betalen, want dat is vaak het probleem natuurlijk met zo'n klein theater. Dan proberen we die wel binnen te halen. En die Mercedes hebben we pas gehad. Pas 2 keer volle bak, onvoorstelbaar. Zo. En dan die warmte die dan uit zo'n voorstelling komt. Dank u wel en goeie avond, dames en heren, in het allermooiste theater van Nederland. We krijgen geen subsidie. Eigenlijk ook omdat we dat niet willen. We willen een beetje eigen baas blijven in eigen huis. En ja, met subsidie krijg je toch dat degene die subsidie geeft de vinger in de pap gaat krijgen. We hebben dus jarenlang gedraaid om het sluitend te krijgen. En nu gaan we toch wel een beetje dat er ook wat overblijft. Hè? Dus dat zou heel fijn zijn als ja, Joost of Leonie hier op thuis zouden kunnen blijven. En dat kan nu nog niet.